Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts, een initiatief van Gold Republic. Mijn naam is Bart Brans, ik ben de edelmetaalspecialist bij Gold Republic. Ja, en ik ga het vandaag hebben over een aantal, denk ik, belangrijke punten. Ik begin even met de koers van goud, want ja, we zijn toch weer boven die 60.000 euro per kilo uitgekomen. En ook als we de koers van goud meten in dollars per troy ounce, dan komen we op, denk ik, best wel mooie cijfers uit. Het is vandaag 1 december, het is ongeveer 11:15 in de middag. De koers van goud staat op dit moment op zo'n 60.300 euro. En de koers gemeten in dollars staat op zo'n 2042 dollar per troy ounce. En als we dan even kijken naar zilver, dan kijken we, als we de dollar per troy ounce gebruiken, komen we uit op 25 dollar en 15 cent en gemeten in euro's per kilo 742 euro per kilo. Goed, ja. En ik blijf dan direct eventjes bij die koers van goud hangen. Ik ben daar vrij actief over, ook op X. Ik post er veel over, dus ja, volg je me nog niet op X, doe dat even. Ik ben daar erg actief, dus als je me nog niet volgt op X, doe dat even. Want dan kun je ook, ja, soms gebeurt er gewoon iets heel bijzonders op enig moment. En dan zit ik daar op X bovenop. Dus volg me daar als je dat nog niet doet. Je kunt de link hier ondervinden. Goed, dan kijk ik toch eventjes naar de koers van goud. Niet gemeten in euro's per kilo, niet gemeten in dollars per troy ounce, maar gemeten in andere valuta. En wat zien we dan? En waar, nog belangrijker, waar is het een teken van? Nou, dan zien we dat in een aantal hele grote en veel gebruikte valuta goud ofwel een nieuwe all-time high heeft bereikt, of daar echt vlakbij zit, echt tegenaan hikt. Ja, een aantal valuta die ik dan toch even wil noemen: Japanse yen, de Indiase rupee, Zweedse kroon. Ja, natuurlijk de euro zit er ook heel dichtbij. Chinese yuan, Canadese dollar, Britse pond, Australische dollar. Ja, allemaal zijn dat valuta gebruikt door honderden miljoenen, zo niet miljarden mensen. En in al die valuta gemeten zitten we, als we kijken naar de koers van goud, ofwel op een all-time high, ofwel daar heel dicht tegenaan. En met heel dicht bedoel ik, laten we zeggen, procent, misschien 2% van die all-time high af. Dus ik weet dat veel mensen die dollar als uitgangspunt gebruiken. En ja, heb jij geïnvesteerd in goud, gebruikmakend van dollars, en word jij uitbetaald in dollars op het moment dat jij dat goud weer zou willen verkopen, ja, dan is het natuurlijk zo dat jij het liefst in dollars die koers zo hoog mogelijk ziet gaan. Maar dat gezegd hebbende, wereldwijd, en de dollar is de wereldreservemunt, en ik denk dat bijna iedereen wel eens een dollar in zijn handen heeft gehad, tegelijkertijd voor het dagelijks betaalverkeer, en als we kijken naar onze rekeningen, dan zijn er miljarden mensen, vele miljarden mensen, het overgrote deel van de wereld, ziet daar geen dollarteken staan. En dus zien zij en rekenen zij ook in hun lokale valuta. Ja, en in die lokale valuta zie je dus dat de koers van goud het afgelopen jaar het ontzettend goed heeft gedaan. En ik denk dat dat een teken is, een breder teken van het gaande monetaire eindspel, waar ik het vaak over heb gehad. Als we kijken naar wat er in de wereld gebeurt, als we kijken naar productiviteit, als we kijken naar recessies, dan zien we dat in hele grote delen van de wereld het helemaal niet zo goed gaat. Waaronder overigens ook in de Verenigde Staten. Dus het is misschien op dit moment zo dat in dollars gemeten de koers van goud nog geen all-time high heeft bereikt. Maar ja, dat kan bijna niet meer ver weg zijn. Als we kijken naar de schuldenpositie van de Verenigde Staten, en die zit op ongeveer 34 biljoen. Het zal me niks verbazen als dat binnen nu en, nou, laten we zeggen, 1,5-2 jaar 40 biljoen is. Een begrotingstekorten van een biljoen. Ja, dat is bijna niks meer. Dat is bijna standaard, terwijl het een gigantisch niet te bevatten bedrag is. En dan zal het mij dus ook niets verbazen dat ook gemeten in dollars per troy ounce die koers van goud binnenkort het ontzettend goed gaat doen. Want steeds meer mensen hebben het door. Daarnaast komt nog één heel belangrijk punt, en wat ook aangeeft waarom ik voor de komende periode ontzettend positief gestemd ben als het gaat om goud.
Ja, je zou kunnen zeggen dat komt omdat ik negatief gestemd ben over de economie, de wereldeconomie. Kijken we naar het beleid van centrale banken en dat beleid van die centrale banken. Dan zien we dat de rentes op het hoogste punt in soms wel 20 jaar in sommige gebieden staat. Dus welke koers, welke kant kan die rente op? Ja, die kan eigenlijk alleen maar ofwel stilstaan of naar beneden. En tegelijkertijd zien we dus die hele hoge koers van goud. Ja, en dat betekent dus dat wanneer onherroepelijk en onvermijdelijk die koers en die rentestanden weer naar beneden gaan, dan kan die koers maar één kant op en dat is omhoog. Dus ja, heb je nog geen goud, dan denk ik dat het echt belangrijk is om in ieder geval te overwegen dat toe te voegen aan een goed gediversificeerde portefeuille. Doe dat natuurlijk, zoals ik altijd aangeef, met mijn 3, denk ik, investeringstips. Doe dat met een bedrag dat je niet direct weer nodig hebt, dus dat je enige tijd kunt missen en kunt laten renderen. Doe dat indien mogelijk op een dollar cost average wijze, waarbij je vaste bedragen op vaste momenten investeert. Bijvoorbeeld 1 keer per maand. Nou ja, de spaarders bij Gold Republic die weten dat wij zo'n product aanbieden. Het Gold Republic spaarplan tegen ook nog een heel aantrekkelijk tarief van 0,5% in plaats van 1%. Ja, en tip 3, denk zeker bij goud, ook bij zilver, aan de wat langere termijn. En mensen die bij mij aangeven, ja, ik heb geïnvesteerd in goud 6 maanden geleden en het is nu minder waard of het is nog niet meer waard. Denk ja, de king of money en money of kings, die laat zich niet opjagen. Dus als je in goud investeert, denk aan die middellange tot lange termijn. Nou, dat zijn de 3 tips die ik heel vaak geef. En die blijf ik geven, want ik denk dat goud een onmisbaar deel van een portefeuille, van een goed gespreide portefeuille is. Nou, dat gezegd hebbende, kijk ik ook nog heel even kort naar de koers van Bitcoin. Want die staat op ruim $38.000 per Bitcoin, ja. En je zou kunnen zeggen dat in ieder geval een deel van die analyse die van toepassing is op goud, ook van toepassing kan zijn op Bitcoin. Dus ja, ik vind het heel interessant. Ik weet, als we kijken naar de discussie tussen Bitcoin en goud, dat is een hele interessante en fascinerende discussie. Ik neem er graag deel aan. En ik vind het ook altijd leuk om, nou ja, niet per se, ik kies geen kant, hè. Ik investeer in beide. Ik dollar cost average altijd, nog altijd, in beide. En ja, ik kocht mijn eerste bitcoin. En natuurlijk, als iets 10 keer over de kop gaat, dan verkoop je het. En dan hou je dat niet vast. Hè. Dan als je dat doet, ja, dan weet ik niet of je een goed investeerder bent. Dus het is niet alsof ik honderden bitcoins heb, zelfs niet tientallen. Maar het is wel belangrijk om bij Bitcoin ook te denken aan die wat langere termijn en om te blijven investeren op het moment ook afhankelijk van wat je eigen koersdoel is, wanneer die koers misschien wat stijgt. Nou ja, goed. Ik denk dat die discussie voor Bitcoin versus goud, dat een hele interessante is voor de extreem lange termijn, denk aan generaties, zelfs honderden jaren of millennia. Ja, dan weten we gewoon dat goud die wedstrijd altijd gaat winnen. En goud heeft die wedstrijd in de afgelopen 6000 jaar niet verloren. En dat gaat hij in de komende 6000 jaar ook niet doen. Bitcoin verliest onherroepelijk een keer die strijd. Maar goed, dat gezegd hebbende, voor de komende jaren of zelfs tientallen jaren ben ik ontzettend positief over Bitcoin. En denk ik dat het echt een instrument kan zijn om, wat uiteindelijk ook een doel is geweest voor mij om me te verdiepen in goud, zeg maar, je financiële vrijheid kan garanderen. Je kunt met Bitcoin zonder toestemming van een derde partij vermogen overboeken naar iemand anders. En daar gaat mijn volgende punt over, namelijk witwascontroles. Ja, en ik zou willen dat het anders is. Ik zou echt willen dat het anders is, maar het is niet anders. En waar komt dat door? Nou, het komt allereerst, en daar moeten we dus ook primair naar kijken. Sinds, ik zou willen zeggen 9-11 en de aanslag
In New York zien we dat de wereld enorm veranderd is. De wereld is eigenlijk, voor de mensen die dat bewust hebben meegemaakt, als je dan terugdenkt aan voor die tijd en na die tijd, dan is het echt een hele andere wereld geworden. Van controles, toezicht. Je wordt constant bekeken. En de vrijheden die waar ik onder andere nog wel van heb kunnen genieten, ja, die zijn weg. Die zijn weg en die komen ook niet zomaar terug. Wat we ook zien is dat er een trend is ontstaan van steeds meer controle. En de wetgever in Nederland die heeft wat mij betreft onder valse voorwendselen, maar die heeft het zich gelegen gelaten om te zeggen, wij gaan een wet invoeren om witwassen en terreurfinanciering tegen te gaan. Steeds meer mensen worden geconfronteerd met vragen van hun banken over het herkomst van vermogen. En wat doen die banken? Nou, allereerst, het is de wetgever, de overheid, die de banken deze regels opleggen. En die banken die worden ook nog eens, daar wordt toezicht op gehouden door de Nederlandse bank. Veel mensen worden daarmee geconfronteerd. Die krijgen brieven, e-mails, telefoontjes van hun bank en daar wordt gevraagd, hoe zit het met de herkomst van het vermogen? Omdat banken gigantische boetes krijgen, tot wel honderden miljoenen, kijken die banken ook naar hun directe partners. En wat zeggen zij dan? Ja, wij vinden dat jullie ook die controles moeten uitvoeren. Want op het moment dat jullie het niet goed doen en wij worden daarmee geconfronteerd door de toezichthouder, krijgen wij een boete. Je zou kunnen zeggen dat dat een logische redenering is. Overigens, en ik heb het al vaker over gehad, ja, en soms gebeuren er dingen in het leven en dan moet je eventjes een andere prioriteit stellen. Maar wij vinden het nog steeds heel erg interessant om te kijken naar een mogelijkheid om bijvoorbeeld je goud af te rekenen in een vorm van cryptocurrency of bijvoorbeeld je goud voor een vorm van cryptocurrency aan te bieden aan Gold Republic. Dus weet dat dat bij ons nog steeds leeft. Weet dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Maar ontwikkelperiodes, tijden, prioriteiten, ja, die veranderen soms. En dat betekent dus ook dat, dat het soms wat langer duurt voordat de wens die je hebt ook daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht. Goed, nou, ik heb nog één punt waar ik graag even met jullie over spreek, dat is namelijk de industrie. Ja, en de industrie die krimpt wederom verder. En ja, is dat erg? Nou, ja, dat is heel erg. Want dat betekent dat u en ik minder gebruik maken van de industriële capaciteit die Nederland biedt. Niet alleen wij, maar ook bijvoorbeeld onze handelspartners. Denk aan een land als Duitsland. Dat neemt steeds minder af van de Nederlandse industrie. Dus de NEVI, Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers, ja, die zijn nog steeds pessimistisch over de toekomst. Die zijn nog steeds, die hebben er geen vertrouwen in. En dat is niet de afgelopen maand of de afgelopen 2 maanden zo. Nee, dat is al voor de 15e maand op rij. En nou, waar komt die score dan op uit? Die komt uit op 44,9. En voor de context, 50 of hoger is groei. En 50 of minder is krimp. En we zitten op 44,9. Dat is een hele forse krimp van de industrie. Ja, en natuurlijk, het is anekdotisch, maar zoals een aantal van jullie weten, ik woon in een grote stad. Ik woon in Den Haag. En als ik door het centrum van Den Haag loop, dan zie ik niet wat je zou verwachten dat je zou zien aan het einde van het jaar. Voor de feestmaand waar eigenlijk de meeste mensen zouden moeten zeggen, joh, wij willen voor december, voor de donkere periode willen we weer de boel een beetje opfleuren. Wij gaan lekker spulletjes kopen. En ik zie het niet. En ik praat ook met ondernemers daarover. Dus op het moment dat ik een winkel inloop, dan ga ik heel bewust met het personeel dat in die winkel staat of met die ondernemers aan de praat. En dan zeg ik, hoe gaat het ermee? En dan zeggen zij bijna allemaal op dit moment, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Ik zie bijna geen klant. Op doordeweekse dagen is het muisstil. Dan weet ik eigenlijk niet waarom ik personeel in de winkel heb staan. En ook als ze dan kijken naar de iets langere periode, dan zien ze gewoon dat de trend neerwaarts is. En wat zegt dat? Dat zegt dat het economisch niet goed gaat. Dan kan het NOS-journaal of welk nieuws of welke mainstream dan ook zeggen,
dat het allemaal zo positief is en dat we allemaal bulken van het geld. We bulken van de schulden. En die schulden gaan steeds harder knijpen. En met die hoge rentepercentage van dit moment en mensen die misschien hebben gezegd, ja, ik weet dat de rente 5% is op mijn hypotheek, maar ik leg hem toch maar voor 10 of 15 jaar vast. Ja, die mensen die hebben de komende 10 of 15 jaar last van dat hoge rentepercentage. En ik vermoed dat in 2024 die rente door centrale banken weer naar beneden wordt bijgesteld. Omdat het dan zo hard gaat knijpen dat het niet anders kan dan dat die rente weer naar beneden moet. Nou ja, voor dat moment wil je in ieder geval geïnvesteerd zijn in een aantal investeringsklassen, waaronder natuurlijk ook goud, maar misschien ook wel in bitcoin of in aandelen, want ook die aandelenmarkten die zullen het dan weer heel erg goed gaan doen. Maar weet dat dat met de onderliggende economische realiteit weinig of zelfs niets te maken heeft. Heel veel mensen lijden op dit moment economisch. En dat leed, dat is nog niet voorbij. Goed, ja, ik hoop dat jullie dit weer een interessante uitzending hebben gevonden. Is dat het geval? Like deze video dan natuurlijk even. Dat helpt ons echt. Probeer deze video bijvoorbeeld even naar de 1000 likes te krijgen. Ja, ben je nog niet geabonneerd op het YouTube-kanaal van Gold Republic? We zitten in de laatste maand van het jaar. Ja, mijn ambitie aan het begin van dit jaar was 50.000 abonnees. En natuurlijk, het is nog steeds mogelijk. Hè? Als iedereen die geabonneerd is, iemand anders vraagt te abonneren, dan kunnen we er morgen zijn. Maar toch, soms dan is de ambitie iets te hoog naar boven bijgesteld. Dus ik heb hem ietsje verlaagd. Naar 30.000. Help ons even naar die 30.000 abonnees. Dat is goed voor ons, want wij merken dan dat, dat jullie het wat wij doen waarderen. Het zou ook een mooie manier zijn, denk ik, om 2024 in te gaan. Ja, en het is denk ik ook goed voor het algoritme. Want dat algoritme van YouTube, natuurlijk, daar zijn we ook mee aan de slag. En we willen zoveel mogelijk mensen met deze boodschap bereiken. Dus abonneer je op het YouTube-kanaal. Ik kan niet zeggen hoe belangrijk dat is. Vergeet eventueel ook niet even een comment achter te laten hieronder in de comment section. Stel vragen, ga met elkaar in gesprek. Ja, dan zien we elkaar sowieso weer bij een volgende aflevering van Goudkoorts.